Het is alweer een jaar geleden dat Tom Cruise in de bioscoop was te zien. Dat was toen met Oblivion. Maar nu is hij terug met Edge of Tomorrow. De aarde wordt aangevallen door een bepaald soort aliens. En hier is geen enkel militair geschut tegen opgewassen. Officier Bill Gates komt in de frontlinie terecht waar hij de dood vindt, maar daardoor in een soort mysterieuze time loop terechtkomt. Iedere keer als hij doodgaat zal hij de dag des oordeels opnieuw beleven, waardoor hij steeds een stukje bij beetje meer komt te weten over de vijand en hoe hij deze kan uitschakelen. Dat doet hij niet alleen, hè, want hij krijgt hulp van Rita Vrataski, best wel een gekke naam, gespeeld door Emily Blunt, wat trouwens best wel een mooie dame is in deze film. Hoe ze dit doen en of dit allemaal gaat lukken, dat zie je in Edge of Tomorrow. You're a weapon. They want to conquer the rest of the world. Unless you change the outcome. We are not equipped for what's out there. How many times have we been here? What are you not telling me? It's gonna be dark in a few hours. And curl up by the fire and open a bottle of wine. We should just reset. De film Edge of Tomorrow is gebaseerd op de Japanse roman All You Need Is Le Ne Kill, geschreven door Hiroshi Sakuruzaka. Tom Cruise begon al in 2012 met de pre-productie van Edge of Tomorrow. Maar waarom is dit zo interessant? Nou, dit was echt een week nadat hij klaar was met de opnames van Oblivion. Dante Harper, hij staat niet op de creditlijst van Edge of Tomorrow. Maar in 2010 verkocht hij zijn eerste scenario van Edge of Tomorrow aan Warner Brothers voor maar liefst $1 miljoen. Weet je, waarom maak ik hier nog filmpjes? Ik ga gewoon ideeën bedenken en ik ga gewoon heel veel geld verdienen. Ik kan jullie niet alleen laten. Ik ga wel door. De armorpakken die de soldaten dragen in de film zijn ontworpen door Pierre Bohana. En waarom is deze man nou zo geniaal? Nou, Pierre Bohana werkte ook op de art department van onder andere Titanic, Gravity en Harry Potter. En hij is de ontwerper van het Batman pak. Ik vraag of hij mijn trouwpak voor later wil ontwerpen. Sowieso. Doug Liman is de regisseur van de film Edge of Tomorrow. Maar hij regisseerde ook de film met Brad Pitt en Angelina Jolie, Mr. en Mrs. Smith. Ook is hij verantwoordelijk voor The Bourne Identity en is hij producer van de populaire serie Suits. Ik geef 3 sterren voor Edge of Tomorrow. Het was een film die bestaande elementen niet tot een hoger niveau wist te brengen. Denk aan de time loop die al een keertje is gebruikt in Source Code en misschien nog wel in een andere film. En het vechten tegen aliens, ja, dat gebeurt ook wel vaker in films. En er werd niks extra's gedaan in deze film, waardoor je dacht van, wow, shit, deze film is awesome, deze film is gruwelijk. Nee, dat werd niet gedaan. Daarom is deze film alleen vermakelijk en niet awesome. Dus 3 sterren voor Edge of Tomorrow. Heb jij de film gezien? Laat dan even in de comments weten wat jij ervan vindt. Ja. En verder wil ik zeggen dat acteerwerk hartstikke goed was. En de visuals voor de rest ook hoor. Dus ja. Het is gewoon een leuke film. Hey, wacht eventjes. Vergeet niet de Facebookpagina van de Filmfabriek te liken. Ga ook even naar Instagram. Volg me daar. Want daar post ik ook met regelmaat foto's. En op de Facebook kanaal ook nieuwtjes. En op Twitter ook. Dus volg me daar ook voor meer Filmfabriek. Vergeet niet even daarop te klikken. En daar, want dat is een nieuwe video. En dat is een abonneerknop. En daar kan je op klikken. En dan ben je al geabonneerd op de Filmfabriek. En dan hou ik jou op de hoogte. Met real reviews, trailers, top 5's, favorites en give Wednesday. Ik zeg la 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 la